Hoi! Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Sarah Voert voor de mensen die me niet kennen. En vandaag ben ik met mijn sissy, Isabelletje. Isabelletje. Ja, Isabel. Of Isabelle. Niet Isabella. Iedereen denkt Isabella. Ja, maar dat is niet waar. Nee, we hebben vandaag een hele leuke video voor jullie. Het is best wel vaak aangevraagd of ik iets van... Ja, een soort girls tips wil geven. Dat jullie mij problemen insturen. En dat wij dat gaan behandelen. Onze mening over gaan geven. Of misschien dat wij dat wel eens hebben meegemaakt. Dat we ons tips daarover kunnen geven. Ik ben totaal geen deskundige of iets. Maar gewoon wat wij... we krijgen er zelf persoonlijk ook wel eens berichtjes over. Van ik heb dit en dit. Hoe doe je dat? Of zo weet ik veel. Maar... Ja, dit is gewoon leuk om te behandelen in de video. Dat iedereen heeft er wat aan. Het is gewoon... Ja, gewoon lekker girls talk. Gewoon lekker met je vriendinnen. Lekker van, girls talk. Of misschien heb je geen vriendinnen. Kunnen wij je vriendinnen zijn. Of misschien durf je niet aan je vriendinnen te vertellen. Dan kan je dat naar ons insturen. Ja. En misschien maak ik wel een serie van dat ik het vaker doe. Met Isabel of met Bo of met iemand anders een keer. Dus als je dat leuk vindt, let me know. We hebben ook een heel leuk video opgenomen voor Isabel kanaal. We hebben namelijk een taco... Mukbang. Met koken erbij. Met koken erbij. Daar vroeg jullie naar. Heel erg lekker was het. Ja. Ik zit echt mega vol. Dus vergeet zeker niet die video te checken. Die staat nu ook net online. Dus helemaal leuk. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet op ons kanaal te abonneren. Isabelle kanaal staat linkje in de beschrijving. En te volgen op Instagram. Voor mij is het Sarah Verwoerd. En mij Isabelle DH-streep. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met de vragen. Nou, met de stellingen of weet ik veel tips. Hoe kan een jongen laten zien dat je hem leuk vindt? Deze vraag komt best wel vaak voorbij. Ja. Van, heb ik net al een beetje zitten kijken van... of hoe weet je dat een jongen je leuk vindt? Of hoe kan je het laten zien? Of dat soort dingen. Nou, ik denk als eerst gewoon... sowieso altijd jezelf blijven. Ja. Niet iemand anders als iemand anders voordoen. Nee. Dat gaat altijd fout. Ja. Dat moet je echt niet doen. Want je kan je wel voordoen als iemand anders, maar dan leer ik elkaar beter kennen. En dan moet je altijd gewoon jezelf blijven inderdaad. En ik vind ook gewoon, het moet gewoon vanzelf gaan. Ja. Want als het niet vanzelf gaat, dan klopt het gewoon niet. Nee, het moet echt vanzelf gaan. En je moet niet dingen gaan forceren of zo. Of dingen uit hem krijgen. Je moet echt, soms mag je ook best wel een beetje hard to get zijn. Om te zien of die ook echt... Voor je gaat. Ja, inderdaad. Echt... Als een jongen jou echt wil, dan gaat hij berichten en gaat hij achter je aan en zo niet. Dan moet je hem ook laten. Ja. Kan altijd nog komen. Ja. Sommige jongens die willen het niet en die denken van, ik ga niks doen. Sommige jongens kan het een beetje schrikken in het begin. Ja, kan heel erg schrikken zijn. Maar als jij echt merkt van, je merkt soms gewoon, hij vindt me toch wel leuk. Ja, je kan dat echt wel merken aan dingen die hij doet, dingen die hij zegt. Ja. Het kan ook juist heel erg dat hij heel erg afstandelijk gaat doen. Ja. Of juist niet. Het kan heel erg verschillen. Het verschilt, want elk meisje is natuurlijk ook anders. Elk jongen is ook anders. Maar als je hem beter leert kennen, dan kan sommige dingen ook verklaren. Bijvoorbeeld dat hij bijvoorbeeld bindingsangst heeft of bepaalde dingen in zijn verleden heeft meegemaakt. Dat kan ook allemaal meespelen. Ja, dus je kan ook zeggen van, als je ergens over wilt praten, dan moet je dat gewoon doen. Je moet communiceren. Dat is echt allerbelangrijkste. Zeg gewoon dat je hem leuk vindt. Zeg gewoon, ik vind je leuk. En kijk, je hoeft niet precies zeggen, ik verlief op je. Maar je kan wel gewoon zeggen van, weet je, ik vind je leuk. Helemaal niks serieus of zo. Maar je moet gewoon blijven praten. Als er wat is, zeggen het, weet je. En als je mij niet leuk vindt, ook even goede vrienden, weet je wel. Communiceren is denk ik wel een van, ik vind dat zelf persoonlijk heel erg. Want als je niet... van een jongen echt op de hoogte krijgt van dingen of zo, kan je zelf ook heel onzeker gaan voelen van, ligt het aan mij, doe iets fout. Maar het ligt echt niet aan jou. Nee, het ligt nooit aan jou. Het ligt niet aan jou. Het ligt nooit aan jezelf. Nee. Het ligt dan echt aan de jongen. En misschien, doe jij iets wat hij niet leuk vindt, maar dat ligt dan dus aan hem. Ja, inderdaad. Dus dan is hij dus niet degene voor jou. Nee, precies. Dus je moet echt ervan zelf en de tijd geven en die komt er vanzelf wel achter en niet te veel erachteraan hobbelen en gewoon overheen laten komen. Ja. Ik denk dat Als je bij elkaar hoort, dan kom je wel bij elkaar. Ja, en hoe je dan jongen kan zien is inderdaad dat hij een beetje... Ja. Dat hij het laat merken. Gewoon die kleine dingetjes. Ja. Mijn vriend blijft maar met een meid praten die constant loopt te stoken. Oeh. Ja. Dat vind ik heel lastig. Dat vind ik ook heel moeilijk. Ik weet niet precies wat de situatie is. Maar als die meid... Uit mijn ervaring, wat ik wel eens heb meegemaakt, is dat als een jongen gaat stoken, dan is die meid heel erg jaloers. Ja. En ik denk dat die dan ook wel iets van je vriend wil. Dat sowieso. Maar waarom blijft die vriend dan met die meid praten? Ja, dan hebben ze dan is er misschien wel iets tussen. Ja. Want anders denkt hij, boeien, fuck haar. Ik blokkeer haar, ik verwijder haar. Eigenlijk toch?
Maar ik wil ook niet, ik wil haar ook niet de stress geven van... Ik zou gewoon aan je vriend vragen van, wat is de reden, misschien zijn ze wel bevriend of zo. Ja, maar wat is de reden dat je contact met haar wil houden? Ja. En zo niet, later in deze video sturen, want dan wil je gewoon iets van haar. Ja, ja. Ja dan vind je haar geweldig. Dan zit er toch iets waar we die contact hebben. Ja. Ja. Maar ja, misschien hebben we het ook wel helemaal fout hoor. Misschien, we kennen diegene natuurlijk niet. Nee, we weten natuurlijk niet wat de situatie is. Dus we hebben echt heel veel jongens en we kunnen echt niet alles beantwoorden. Welke pil gebruiken jullie? Je hebt al zoveel pillen gehad. Niks is goed bij mij namelijk. Nou, we hebben allebei niet de pil. Nee, ik heb sowieso nooit de pil geslikt. Nee. Want dat kon niet. Ik heb ook echt gekut gehad met de pil. Ben hem gewoon mee gestopt en ik voelde me zo goed. Je moet gewoon eens een keer stoppen. Kijk, als je vriend hebt is het lastiger. Ja. Maar ik had toen geen vriend. Ik dacht, ik stop er gewoon mee. En eigenlijk sinds mijn vriend heb ik weer de spiraal, net zoals Isabel. Ik heb hem wel met hormonen. Ik heb zonder hormonen. Ja. Dat is misschien ook wel leuk om over te hebben een beetje. Ja. Mijn ervaring is van de spiraal is echt heel chill. Het is bij mij allemaal goed gegaan. Het gaat natuurlijk niet naar iedereen, maar over het algemeen is het gewoon heel fijn. Ja. En ik heb zonder hormonen, dus ik betekent dat ik nog wel gewoon ongesteld word. Maar ik heb nergens echt, ja, ik... Nergens last van ofzo. Ja, ik heb dan met hormonen en ik heb ook echt perfect eigenlijk. Ja. In het begin had ik wel heel veel last van bloedingen. Ja, maar dat is heel normaal de eerste half jaar en dat is nu helemaal weg. Ik word eigenlijk gewoon niet ongesteld. Nee. Heel soms een beetje bloedverlies. Ja, dus als een pil voor jou niet werkt, dan zou ik je spiraal zeker aanraden. En als jij niet per se... Ligt aan hoe jong je bent. Ja. Heel jong mensen... ja, ik was ook heel jong, maar bij mij kon het niet anders. Want ik mag geen hormonen slikken, maar... Ja. Door de trombose in onze familie. Ja. Dus ik zou gewoon naar... Weet je, ik wist ook niet... Je kan ook met de dokter over praten. Ik heb met de dokter ook een gesprek gehad. Nee. Heb je geen extra bij je? Je ligt thuis. Hij was al vol? Ja, hij was helemaal vol. Hoe kon hij zo snel leeg gaan? Is dat nooit zo? Zo snel? Dat is niet goed hoor. Maar in ieder geval, ik zou gewoon naar de dokter gaan en daarmee de mogelijkheden bespreken. Heb ik namelijk zelf ook gedaan, want ik wist ook niet wat ik moest doen. Ja, heb ik ook gedaan. Die ging ook inderdaad, ja. Heel veel vragen. Hoe kom je over een break-up? Hoe kom je over je ex? Ik heb heel lang een ex en ik kom er maar niet overheen. Ik heb liefdesverdriet. Hoe kom je er overheen? Nou, we hebben allebei liefdesverdriet gehad. Ja. En we hebben allebei een keer een break-up gehad. Ja. Bij allebei heel anders. Ja, bij mij... Ik kom er zelf ook heel moeilijk vanaf. Ja. Dus ik kan zelf ook wel deze vragen stellen van hoe kom je eraf? Nou, ten eerste heeft het mij echt heel lang geduurd. Bij mij heeft het langer dan een jaar geduurd. Ik ook. Bij mij is nu al langer dan een half jaar uit. Half jaartje denk ik. En sowieso, hè, de een komt er een jaar over, de ander misschien 2 jaar, maar de ander misschien binnen een maand. Ja. Maar het enige wat je jezelf kan doen is tijd geven. Ja, echt. Tijd? Het kan niet. En afleiding. Afleiding, alles over je heen laten komen. Niet te snel weer... weet ik veel. Nee. Je moet gewoon echt. En dat alles... je soms terugvalt, is oké. We all been there. We hebben allemaal wel dat je terugvalt. Dat je terugvalt op je ex. En... sowieso. Maar uiteindelijk merk je dan toch weer, nee, het is het toch niet. Het is en het is goed. Het is goed dat je dat doet. Want dan denk je van nee. Ik heb ook op zo'n punt gestaan van ik wil hem toch wel weer. En ik vind hem helemaal niet alleen zijn. Ik vind hem juist heel leuk. Maar als je echt uit elkaar bent, dan. Is het gewoon goed dat je elkaar nog weer hebt gesproken en zo, maar je weet. We zijn toch anders blijven gewoon van nu niet. Kan altijd nog komen, maar nu niet. Ja, dan blijf je anders, blijf je altijd met de vraag van wat als. En wat dan als? Probeer het gewoon weer. Ja. Als je het allebei ziet zitten en niet meteen een relatie, gewoon samen. Je hoeft niet eens aan iemand te vertellen. Probeer het gewoon en als je dan achterkomt van nee, het werkt gewoon niet. Dat heb ik ook gehad, zelfs een jaar daarna nog. Dat we zaten van... wat fuck? En toen dacht ik, nee, het is het gewoon niet. Het is het gewoon niet. En ik zou echt gewoon goed uitpraten, geen ruzie hebben. Nee. Gewoon dat je dus goed terms bent, dat je elkaar... Ik wil dat dus heel, heel goed. Dat zag ik daar weer vet. Nou, maar gewoon dat je als je elkaar ziet, weet je, het is kut, maar het is gewoon goed. En niet dat er geen spanning is, het is gewoon afgesloten, je kan het afsluiten. Ja. En je gaat... Je gaat er nooit 100% denk ik helemaal... Totdat je een nieuwe vriend hebt. Ja? Ja, dat heb ik echt. Ja. Want voordat hiervoor dacht ik ook nog wel eens van... Misschien zou ik hem al in een dronken bui kunnen bellen. Maar nu weet ik het nooit meer van mijn leven. Ik denk gewoon, zodra je alleen bent... De meest dichtbijzijnde jong is je ex. Is je ex. Want daar, dus daar val je op terug. Ja, dat heb ik ook heel erg. Dus en als je zodra je een nieuwe relatie hebt. Of ja, weet je. Je moet gewoon niet veel aan denken. En ik zou gewoon lekker met je vriendinnen. En het is niet erg om terug te vallen. Nee. Dat hebben we allemaal. Niet. Dat is echt niet erg. Weet je, je moet jezelf niet te hard straffen. Ik zie het overal mee. Ja. Tuurlijk. Mijn vriendinnen hebben dat ook al. Ja. Echt. Dus ik hoor iedereen, van. Oh, ik heb weer mijn ex geappt. Ja, ik heb mijn ex weer geappt. Of ik heb hem weer gezien. Ja. Weer fijn. Ja. Je weet wel. Ik heb dat gedaan of zo. Weet je, dat normaal. Dat gebeurt. Ja, dat hoort erbij. Heel normaal, maar neem de tijd. Ja, inderdaad.
tips om scheid te hebben aan wat anderen van je vinden. Oké, okay, nou, we zijn weer terug. We moeten even een nieuwe accu halen. Het was leeg. Maar we hadden net een vraag opgesteld. Oh ja. Tips om scheid te hebben aan wat anderen van je vinden. Nou, ik heb daar sowieso heel erg moeite mee. Ik ben echt zo bang wat mensen van mij vinden. Ik vind het ook heel moeilijk. Maar jij, hoe kan je daar scheid aan hebben? Nou, ik heb daar dus echt heel erg scheid aan. Je kan maar weet je wat ik tips heb? Vraag, maar je moet het gewoon doen. Want ik... Het is, wel, het zit allemaal in je hoofd. Want ik heb gewoon, ik word bijvoorbeeld gelukkig van iets. Van op een bepaalde manier gedragen of een bepaald iets doen. En als iemand het niet leuk vindt, ja, ik zit daar niet mee. Nee. Ik heb daar gewoon scheid aan. Als iemand dat raar vindt of zo, of als iets raar, ja, dat is, dan heeft hij diegene een issue. Ik heb daar geen last van. Nee. Dus ik denk gewoon van, oké, nou ja, diegene vindt het raar, maar mij boeit het niet, want ik word er gelukkig van. Ja. Of ik vind het leuk, of ik vind het leuk om zo te zijn. Of, ja, je moet gewoon echt dat denken dat van, als ik het leuk vind, dan is het goed. Want je moet doen wat jij wil en je moet niet iets doen voor een ander. Nee, je leeft voor jezelf. Ik heb heel lang echt geleefd voor anderen. Iets wel heel erg geleefd. En dat deed ik eerst ook hoor, weet je, toen ik jonger was. Maar heel veel mensen die leven voor de buitenwereld, of mensen om hen heen. Maar je bent zelf dat mensen mij stom vinden en wat van me vinden. Maar je moet eigenlijk echt denken van, ja, dat is helemaal maar stom. Je moet gewoon trots zijn op jezelf. Ja. Dit is wie ik ben mezelf. Ja. En ja, dat moet je accepteren. En als iemand dat raar vindt, nou, dan ben je dus niet mijn vriendin. Of nee, dan hoor je niet in mijn leven als je mij raar vindt. Nee. En je moet ook niet willen dat iedereen je aardig vindt. Nee, dat kan niet. Nee. En dan ga je alleen maar jezelf teleurstellen. Je gaat inderdaad alleen, je moet ook gewoon niet hoge verwachtingen stellen. Jezelf alleen maar teleurstellen. En je moet gewoon blij zijn met wat je hebt. En je hoeft niet met heel de wereld vriend te zijn. Nee, dat is helemaal niet leuk. Je wilt helemaal niet veel vriendinnen hebben. Nee, want daar heb je echt niks aan. Je hebt er niks aan. Je komt alleen maar achter als fake zijn. Ja. Je mensen in je rug steken. En dat hebben wij ook genoeg meegemaakt. Ja. Iedereen, we stellen ons altijd open aan iedereen. Ja. Maar dan toch valt altijd terug op jullie. Dat... En weet je wat het is? Tuurlijk kun je gewoon... Ik ben nooit onaardig tegen iemand. Als iemand mij niet mag, dan moet je juist daar gewoon boven staan. Ja. En gewoon denken van, gewoon, hey, gezellig, hoi. Of je denkt erover van, nou, of je zegt niet zoveel. Of, maar je moet nooit een ruzie gaan maken of boos gaan doen. Nee, en niet boos zitten doen. Je moet gewoon open zijn voor iedereen, maar je hoeft niet beste vrienden of je gaat diepste geheimen te vertellen. Nee. Dus ja, ik zou het dan gewoon een beetje oppervlakkig houden met iemand. En dan verder gewoon, ja, waarde hechten aan de mensen die je gewoon wel om je heen hebt, denk ik. Ja, daar gewoon dankbaar voor zijn. Ja. Jeetje, we hebben zoveel. Ik kan overal op antwoorden. Ja, help. Ik voel me de laatste tijd echt gewoon kut. Opleidingskeuze, stress en ik word echt depressief van corona. Nou, ik denk dat wij dit We leven met jou mee, heel erg. Ik heb zelf ook voor corona, toen ik mijn vorige opleiding moest kiezen, had ik ook heel erg keuzestress. Wat wil ik doen? Ik werd bepaalde school niet aangenomen, omdat het heel snel vol zat. Ik wist niet wat ik wilde. Toen ben ik maar gewoon opleiding gaan volgen en gewoon gaan kijken. Ik heb gewoon een hele brede opleiding gepakt. Ja. Dicht bij mij in de buurt. En toen ben ik ook gewoon naar die opleiding gegaan. Ja. Maar ik snap, met coronatijd is ook gewoon heel anders en heel moeilijk. Ja, het is gewoon... Weet je wat ik oprecht zou doen? Al zou ik nu moeten beginnen aan een school. Zou ik een tussenjaar doen. Ik zou letterlijk... Mijn moeder zei ook... Sarah, als jij nu dit jaar moest gaan studeren, had ik je een tussenjaar gegeven. Ik ben ook nu begonnen aan een nieuwe opleiding. En ik merk ook echt... Het is gewoon niet. Het is niet te doen. Ik doe eigenlijk niks. Nee. En ik vind het gewoon moeilijk om. Ik word ook heel depressief voor corona. En wij hebben ook wel eens echt ons moment van. Vorige week heb ik me zo kut gevoeld. Ik lag echt gewoon avond te janken in mijn bed, oprecht. Dan ik gewoon dacht, wat is dit voor leven? Ja, echt. Je voelt je zo. Ook al heb je vriendinnen en zo, maar je wilt gewoon. Echt leven, uitgaan. Ik heb zoveel behoefte om nieuwe mensen te ontmoeten en gewoon echt helemaal los te gaan. Gewoon. Ja, echt. Het begint nu gewoon te lang te duren. Kijk, we hebben nu een lichtpuntje met het vaccin. Ja. Het is nu wel weer kut dat we in lockdown zitten, maar ik hoop, fingers crossed, dat gewoon 2021. Ja, nou, bijvoorbeeld juli of zo, ergens in gewoon juli. Gewoon iets van een kroegje of iets open gaat. Als een woudje open mag, ik al blij. Oh ja, gewoon, ik hoop, ik kijk daar gewoon naar uit. Het is nu winter, dan hebben mensen natuurlijk al last van een winterdip. Heb ik sowieso altijd al heel erg. Ik ook. Dus, en weet je, nu komt kerst, dat is... Sorry. Ik denk, je gaat niet zo. Nee. Maar nu komt kerst, dat is even leuk. En januari, februari zijn echt depressieve maanden. Ja, maar kerst is ook niet leuk. En uit de nieuws ook niet leuk, zoals je het altijd wil. Dus dan word je ook voor heel kut. Ja. Ja, ik heb geen tips tegen depressiviteit van corona. Nee, want wij zijn het zelf ook.
Dus weet je, we kunnen maar je tip je een goed gevoel geven dat je niet enige bent. Ja, je bent niet de enige. Mijn vader zegt altijd, ik snap op deze leeftijd is het heel moeilijk, maar je moet het gewoon accepteren. Ja. Accepteren op deze leeftijd is moeilijk, omdat je het niet wil accepteren. Ja. We zijn nog jong, we begrijpen er geen ene reet van. Nee. Maar je moet accepteren en weten dat het goed komt. En we zijn zeg maar ook, zoals je zegt, inderdaad jong. Dus wij hebben nog weinig echt moeilijke dingen in je leven ervaren. Ja. Bijvoorbeeld oudere mensen, die hebben al zoveel een leven meegemaakt. En die hebben toch wel een beetje hun leven bereikt. Je denkt, ja. Ah joh. Maar wij hebben echt zo'n leeftijd dat we denken dat we alles willen. We willen juist alles doen. En ja, nu moeten we accepteren dat we dat niet kunnen doen. Ja. Dus dat is van het is echt accepteren en doorgaan en weten dat... Het komt goed. Het komt, ik heb er vertrouwen. Eind 2021 zijn wij gewoon weer lekker aan het feesten. En dan zijn we dit allemaal vergeten. De eerste dag dat je uit mag, je bent al die jaar... Je valt zo in jouw oude patroon. Ja. Ik ga een hotel huren. Nee, ik ga een hotelkamer ga ik nemen voor een week. En dan ga ik de hele week daar slapen en uit in Amsterdam. Oké, ik ga... Geen mee? Ja, tuurlijk. Ik ga een hotel huren. Ja, hoe noem je dat? Boeken. Oh, nog ik kiezen. Jezus. Ja, je hebt zoveel jongens. Waar moet je uit kiezen? Ik twijfel of ik het uit moet maken. Een meid zegt dat ze met mijn vriend geneukt heeft. Oh. Hij zegt dat hij dat nooit zou doen en dat ze het verzint. Oeh. Zo, dit vind ik heel moeilijk. Maar... Weer omdat je... Er staat... Een meid zegt dat... Dit is moeilijk. Is hij mij jaloers op jullie relatie? Het kan zijn dat ze inderdaad jaloers is. Dat ze dit verzint, gaat stoken. Ja. Dat heb ik ook heel vaak meegemaakt. Ik heb gehoord dat je vriendin dit en dit heeft gedaan. Dat is bij mij ook wel zo geweest. Wat niet waar was. Wat is dat meisje? Is dat een vriendin van jou? Is het een meisje die je helemaal niet kent? Is het een meisje die jaloers op jullie relatie is? Of... Ja, ik zou echt, je moet kijken wat voor meid het is, wat heeft ze, waar, ja, hoe dichtbij staat ze jou. En boeit het haar wat of zou zij liegen, zeg maar. En je vriend zijn, vertrouwen is natuurlijk heel belangrijk in een relatie. Ja. Dus, als zij het, jeetje, ik vind het heel moeilijk, omdat ik zelf ook wel eens in deze posities heb gestaan. Ja. Dus ik niet, maar mijn vriend dan, zeg maar. Ja, maar dat was niet... Dat waren zijn vrienden die het zeggen. Ja. Niet een of andere random guy die zegt... Ik heb het Isabelle gezoend Nee. Het gaat er echt om... Dat was gewoon stoken en dat weet je. Ja, dat weet ik. Ja. Maar als zij dat niet weet... Nee. Ja, moeilijk. Heel lastig. Ja, en je voor je vriend... Ja, hoe goed vertrouw je vriend? Hoe goed heeft je vriend wel eens vaker gelogen? Of zo? Ja. Heel erg heel lastig. Ik zou het ook niet weten. Ik zou wel... Waarheid komt sowieso boven water. Ja, ik zou gewoon met dat meisje praten, denk ik. Ik zou dat meisje een berichtje sturen. Ja. En misschien mensen daaromheen. Ja, inderdaad. Van, heb jij hier iets over gehoord? Of gewoon, wanneer was het? Hoe laat was het? En dan gewoon kijken. Kijken, is hij met jou geweest? Ja, of iets van waar... Waarheid komt boven water. Dus wat er ook gebeurt, de waarheid komt boven water. Ja, dat is echt zo. Dus wacht dan maar gewoon misschien af en... Als hij zegt het is niet waar, dan moet je hem gewoon vertrouwen. Dan moet je hem maar het voordeel van de twijfel geven. Dat zou ik ook doen. Ja, want ik bedoel, je hebt toch een relatie. Je hebt niet een relatie als je elkaar niet vertrouwt. Nee, precies. Denk ik. Ik zou ook niet zomaar meteen... weet je, er zijn echt veel jaloerse mensen. En mensen proberen echt te stoken. Dus ja, het ligt echt aan hoe dat meisje is. Ik zie ook best wel veel tips over ongesteldheid. Ja, over ongesteldheid. Van hoe tips tegen doorleggen. Ja, en hoe was onze eerste keer en zo. Ja. Nou, mijn eerste ervaring? Ja. Toen ik ongesteld werd, was ik denk 11, jong. 12, zoiets. En ik dacht van, oh mijn god, wat is dit? Ja. Ik had zoveel pijn. Ik heb op de grond gelegen op school. En gehuild op Ashram. Echt? Ja, op de grond gelegen van de pijn. Toen ging ik naar de wc, zat allemaal bruin in mijn onderbroek. Ik riep door de wc tegen de neer van mij, ik heb in mijn broek gepoept. Ja. En toen zei ze van, nou, ik denk dat je ongesteld bent geworden, want het eerste is altijd een beetje bruinig. En toen was ik het en ik heb heel lang mijn onderbroek verstopt. Ja, ze durfde niet tegen moeder te zijn, maar ben je natuurlijk zo jong. Ja, ik was nog 11, 12, ik dacht, wat is dit? Ja. Weet je, ik zei tegen mijn moeder, niet tegen papa vertellen en zo. Terwijl ik nu echt denk, ja, wat de fuck, zo niet. Wat de fuck? Wat is het voor raar? Ja, je moeder is het zelf ook elke keer. Ja, en toen kwam mijn vader naar me toe, oh, gefeliciteerd met een vrouw. En ik huil, ik heb alleen maar de hele week, ik ben ook echt een week ziek geweest. Oh. Huilen en jank en mijn hormonen waren alle kanten opgeschoten. Maar en tegen doorlekken is,
Ik ben zojuist ook doorgelekt. Ik vergeet namelijk altijd te verwisselen. Ja. Ja, tip zich doorlekken. Ik zou gewoon tampon en maagkruis. En maagverband. Ja. En inderdaad, ja, vergeet gewoon. Ik lek echt nooit door. Nee, maar ik heb een spiraal, dus mijn bloed is echt niet normaal veel. Er komt zoveel uit. Ja, ik heb het helemaal niet meer. Maar ik had het sowieso al nooit. Maar ja, ik had er helemaal niet echt last van. Maar als je heel veel bloedverlies hebt, ja, dan zou ik gewoon dubbele protection. En gewoon vaak proberen. Ja. Ja, en mijn eerste ervaring, ik was 13 of zo. Het was in een zomervakantie. Jij was iets later dan. Ja. En ik was aan het zwemmen, dat weet ik nog. En toen had ik ook heel veel buikpijn. Ik dacht dat ik moest poepen. Ik dacht helemaal dat ik moest poepen. Ik dacht, ik heb zoveel buikpijn. Ja, dus die kramp, die ken je niet. Ja, die kent die kramp niet. Dus ik op de wc zit, het was allemaal bloed. Was heel erg rood. Ja, bij mij was het echt rood. Ja, en toen had ik mijn moeder geroepen, mam, volgens mij ben ik ongesteld geworden en zo. En toen zei ze, oh shit, maar ik ben aan het zwemmen. En toen moest ik er zelf meteen een tampon in doen. Ik heb denk ik een half jaar gedaan over tampon doen. Ja, nou, ik kreeg het er niet in. Het zat ik had gewoon meteen zo groter dan mijn moeder erin gedaan. Nee, ik kreeg de mini. Weet je nog? Dat ik zat te schreeuwen op de wc van ah! Maar jij deed het gewoon heel raar. Jij zat helemaal te verkrampen waarschijnlijk. Ja, ik. Oh my god. Ja, ik kende dat gat niet. Die heb ik nog nooit gebruikt. Geen niks. Er was nog nooit iets ingeweekt. Geen vinger. Ik ken dat gat niet. Ja, ik weet het niet. Ik hoop nog niet hoor. Ik was 13. Maar ik dacht gewoon, oh ja, nou ja, doe ik het toch. Ja, ik weet niet. Ik dacht gewoon, oh ja, nou, ik heb daar echt heel lang over gedaan. Maar het is echt het beste. Tampon is het best. Ja. Het is echt chill. Echt chill. Nee, ja, maar ik zou je moeder, om bijvoorbeeld aan je moeder vertellen, ja, dat moet je gewoon doen. Ja, je moeder is doen. Echt normaal. Ik ging mijn onderbroek verstoppen, dat is pas erg. Ja. Kan echt niet. Ah. Oh. En ja, nu kan je dat niet meer voorstellen. Ik ben nu zoveel opener naar mijn moeder. Ik ook wel. Ja. Toen durfde ik echt niks tegen mijn moeder te zeggen. Echt niet. Ik ben 17 en nog nooit met een jongen gezoend. Wat is er mis met mij? Helemaal niks. Lief schat, echt. Helemaal niks. Nee. Iedereen heeft zijn eigen tijdsklok. Sommigen zijn 14, nou, sommigen zijn 17. Nou, sommigen zijn 20. Ja, als je er nog niet klaar voor bent. Als het niet gebeurt, dan. Ja, geeft echt niet. Nee, op die leeftijd snap ik echt. Komt echt wel. Dat je denkt van, oh my god, waarom ben ik zo raar? Maar het is echt niet. Nee. Het is echt niet. Echt, ook met seks jongens, echt, het is zo niet raar. Nee. Ik was, ik ben ineens zo moe, maar ben ik ongesteld. Oh. Ik voel me helemaal kut. Maar, ik was ook met seks heel laat. Ik was 17. En iedereen. Nou, dat is echt niet heel laat. Nee, maar mensen om me heen hadden het allemaal wel gaan. Dus ik was een van de. Ja, laatst eigenlijk een beetje, maar ik had er niet dat ik dacht van ik vind mezelf raar of zo. Nee, maar ik snap wel dat heel veel mensen dat wel hebben. Ik snap ook dat mensen dat maar dat moet je echt niet denken. En op die leeftijd loopt iedereen heel stoer mee te doen. De helft is waarschijnlijk allemaal bullshit, wat ze zeggen. En het is echt niet raar. Ik zweer het, het is echt niet raar. Je moet gewoon, sommige mensen die hebben een topbaan op hun 21, sommige mensen pieken pas op hun 40, 50. Ja, iedereen heeft gewoon zijn eigen tijdsklok in het leven. Dus moet je echt niet denken dat er iets mis met jou is. Nee, echt, ik zweer het echt niet. Nee. Wat doen jullie tegen afscheiding in je ondergoed terwijl je bijvoorbeeld met je vriend bent? Nou, ik denk sowieso, ik denk als je wat jonger bent, dan snappen jongens dan toch niet. Nee. Ik denk als ze wat ouder zijn, dan hebben ze misschien wel vaak een meisje gehad of zoiets. Maar ja, je moet eigenlijk gewoon uitleggen dat dat gewoon bij elk meisje is. Ja, ik dacht vroeger toen ik het kreeg, zat ik echt te kijken of het allemaal wit. Ik dacht, wat is dit? Het is niet goed. Ik weet nog wat we met vriendinnen toen wel over hebben gehad. Of je dat ook al? Ja, ik vond dat heel erg. En ik dacht ook een tijd van, stel ooit ik zou een vriendje krijgen en hij ziet dat, zeg maar. Ik had dat toen net met mijn vriend op het begin ging, dacht ik ook van, oh nee, als maar niet dat in mijn onderbroek zit. Ja, het heel normaal is. Het is heel normaal, inderdaad. Ik zou gewoon aan me uitleggen. Want bijvoorbeeld, toen ik met mijn allereerste vriend ging voor het eerst, wist hij dat ook niet. En toen had ik gewoon gezegd, toen zei hij van, hé, wat is dit of zo? Van, hé, wat is dat? Ja, dat is gewoon een afscheiding. Dat is gewoon, ja, dat heeft elke vrouw. Dat heeft iedereen. Ik wist niet dat iedereen het had vroeger. Nee. Maar dat is gewoon, je moet gewoon uitleggen wat het is. Ja, dat is, eigenlijk maakt het gewoon je vagina schoon. Maakt je vagina schoon. Dus je moet gewoon zeggen, ja, dat heeft iedereen. Ja, dat, de ene keer is het ook heel veel, soms. Ja. En de andere keer is het heel veel minder. En je kan ook douchen wat je wil, maar... Ja, nee, maar dat is gewoon, het is juist alleen dat het schoon is. Ja. Dus je moet gewoon zeggen van, ja, dat heeft iedereen. Ja, ik weet ook niet wat het is. Nee. Ik zei ook gewoon van, ja...
Ik weet het ook niet, dat heeft iedereen gewoon. Ja, dat is gewoon normaal. Dus moet je gewoon uitleggen. Ja. Hey. Die korte meter 16. Die hebben we toch gewoon bezorgd? Ja, of was die niet thuis? Ja. Wat een kutgezeik. Ja, echt hoor. Doeg. Doei. Zo. Doei. Oké, we gaan de laatste doen. Dan kunnen we 100 jaar door. Jij moet je echt 7. Ja, dat is zo heerlijk. Ik vind het ook heerlijk. Vaker nee proberen te zeggen of vaker voor jezelf opkomen, et cetera. Ja. Ik kon vroeger geen nee zeggen. Ik vond dat zo kan nog steeds geen nee zeggen. Waarom wel beter? Wel beter hoor. Ik kon het vroeger helemaal niet. Oh, als maar ik zei, kan wil ik je wel. Dit doen? Ja hoor. Ja. Wil je dit? Ja. Nou, ik heb nu gewoon ja, echt... Of als iemand probeert te zoenen en denkt, ik wil het niet. Dan kon doe ik je, ook geen nee zeggen. Dan je toch maar omdat je het ja, want je wilde diegene niet afwijzen. Ik heb dat soms nog steeds. Nou, ik heb dat niet meer. Maar... Nee, maar als er nu iemand mij zoenen... Ja, dan, dat is heel onaardig. Daar heb ik het. Eigenlijk dat niet. Nee, ik kan wel beter nee zeggen. Ja, ik denk sowieso dat het met de leeftijd komt. En gewoon voor, ja, voor jezelf op te komen heeft echt gewoon te maken met zelfliefde, denk ik. En gewoon, ja, je moet jezelf accepteren en respecteren. En als je dat doet, dan durf je dus ook voor jezelf nee te zeggen. Want je zegt nee voor jezelf. Ja, ik heb daar ook zo moeite mee. Met zelf opkomen, nou... Ja, dan ga ik maar janken, dan ga ik schreeuwen. Oh, iedereen vindt mij maar stom en ik ben kut. En nee. Ik kon ook niet voor mezelf opkomen van, nou ja, lekker je bek. Dat kan ik nu wel, maar dat kon ik toen ook niet. Ja, je moet er gewoon boven staan. Je moet gewoon denken van, ik kies gewoon een keer voor mezelf. Of als een vriendin zegt van, hey, zullen we wat doen? Dan heb je er soms wel eens geen zin in. Dat kan. Iedereen heeft wel eens tijd voor zichzelf. Of heeft gewoon even geen zin om met diegene te zijn... Ja, je kan gewoon een smoes verzinnen van nee, ik kan niet. Of je gewoon zegt van nee, ja, sorry, ik heb gewoon niet zoveel zin. Wij hebben dat ook wel eens hoor. Dat als Isabel zegt van, zeg je ook wel eens van, nou, sorry, ik lig in bed, ik heb echt geen zin. Dan vroeger had ik dat echt niet durven zeggen. Ik ook niet. Maar nu wel, ja, maar je zegt geen zin hè. Nou, liever dat je nee zegt, dat je meegaat. Ja. Nou, we zijn echt al 40 minuten aan het vragen. Ja. Maar ja, gewoon, het heeft dat is echt gewoon een stukje van... Van jezelf leren houden. Ja. Gewoon zeggen van, ik kies gewoon voor mezelf en fuck de rest. Ja, inderdaad. En ik ben wel fuck jezelf. Ja, ik denk dat we maar gewoon een beetje einde aan gaan breien. Want, ja, ik kan hier nog ik kan hier nog wat hele dag. Ik wil het in de comments zien, want ik kijk ook altijd jullie comments. Ja, ik ook. Ik lees alle comments. Ik lees ook alles. Of wij dit vaak doen, misschien met iemand anders. Maar dat we een soort serie van moeten maken. Ja, en hoe moeten we dit noemen? Ja. Wat is een leuke titel? Let us know. Dit is dan de pilot van de serie, wat je betekent. Nee. Dat wist ik al. Zeg maar, altijd als een serie begint, dus de eerste aflevering pilot, dan kijk je hoe goed het werkt. Oh ja, dit is de pilot. Ja, en dan gaan we kijken hoe we het gaan noemen en zo. Ja. Vond je de video leuk, vergeet dan zeker niet een blauwe hoofd te geven. Als je zoiets wil inzetten, dan moet je me volgen op Instagram. Ik ga niet alles uit de comments halen. Nee. Dus niet allemaal in de comments gaan stellen. Dan moet je het op mijn Insta volgen en mijn Insta in de gaten houden. En dan komt er vast wel weer iets voorbij. Ja, kan je daar... Ja, inderdaad. Dus laat ons weten in de comments wat je van de video vond. Of je het leuk vond. Vaker wel. Of je er wat aan hebt gehad. Ja. Of, weet je, probeer gewoon een beetje vriendinnen te zijn. En jullie gewoon te helpen. En soms een beetje met je te praten, toch? Dat hebben we pas ook live gegaan. Dat was ook zo leuk. Ja, was ook leuk. Ging met allemaal mensen live. We kunnen zo even live. Ja. Dat vind ik leuk. Hoe laat is het? Ja, daar heb ik nog wat tijd voor. Ja, heel eventjes dan. Ja. Half uurtje. Ja. Oké. Oké, nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!